Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar op deze 20e september. Want ik heb hier voor me liggen eigenlijk twee albums. De Kong Crew, waarbij de bovenste die jullie nu zien de luxe editie is van de Kong Crew, getekend door Eric Herengel. En deze man die is, dat is een Frans tekenaar, geboren in 1966. En hij heeft deze prachtige strip gemaakt over King Kong. En ja, het is eigenlijk gewoon een boek waarin wordt gesuggereerd van stel nou dat King Kong niet verloren had, zoals je oorspronkelijk kent uit de films, maar gewoon gewonnen had. En wat gebeurt er dan met New York? Nou, dat is toch een heel gave insteek en ik heb dit stripje dan ook met veel plezier gelezen. Ik heb de beste man ook mogen ontmoeten in een stripfestival Breda en als het goed is was dat alweer in 2018 of 2019... En ja, dit betreft dus de luxe editie. En deze luxe editie die is helemaal in zwart-wit opgetekend. En is ook voorzien van een prachtige dedi die hij toen voor mij gemaakt heeft. En daar ben ik heel erg blij mee. En het verhaal zoals ik al zei. In 1933 kwam King Kong eigenlijk naar Manhattan. En daarin won die dus in dit stripje de strijd tegen het leger. En sindsdien regeert hij eigenlijk over New York en over Manhattan. En zijn verblijfplaats is in dit geval Central Park. En op het moment zijn er dus is er een missie gaande vanuit het leger. We spreken nu al rond 1946, 1947. Waarbij er een expeditie is om deze twee mannen terug te halen. Want ja, zij zijn eigenlijk naar Manhattan gereden of gevlogen om daar onderzoek te doen en zijn sindsdien vermist. En daardoor wordt er op een gegeven moment een piloot ingeschakeld om ze dus terug te halen uit deze jungle. Want zo ziet het er dus inmiddels uit. Echt prachtig opgetekend door Erik. En het betreft deze jongen. Hij gaat dus vliegen richting Manhattan en richting New York om ze op te halen samen met zijn hondje Spit. En dat is wel leuk, want die is ook vernoemd naar een van de vliegtuigen. De zogeheten Spitfire, zoals je hier ook in het plaatje uitgelegd ziet staan. En dat wordt ook in deel 2 beschreven. Maar het is echt een bijzonder leuke strip om te lezen. Het is natuurlijk, zoals ik zei, prachtig getekend. En dit eerste luxe album is eigenlijk een boek die helemaal zwart-wit is gemaakt. Vind ik altijd wel erg mooi. Heb ik al eens eerder uitgelegd in vlogs. Dat je even het proces van tekening wat beter ziet dan met kleur. Al moet ik zeggen dat ik heb deel 2 toch in kleur gekocht. Omdat dat ook wel heel erg eer doet aan de tekeningen die hij maakt. En niet alleen Kong regeert. Maar er is dus klaarblijkelijk iets van een parasiet meegebracht met Kong. Waardoor alle beesten alle beesten uit de prehistorie weer zich evolueren. En dus ook weer tot leven zijn gekomen in de stad. En dat ga je dan ook zo meteen zien. Want ze vliegen dus richting New York. En dan komen ze dus allerlei raptors tegen. En andere dinosaurussen. En pterodactyls. Hier zie je bijvoorbeeld al zo'n gevecht tussen hem en een soort krokodilachtige dino. Ja, het is echt een lekkere fantasy. Ik denk dat iedereen die van dat genre houdt dit ook zeker kan waarderen. Hier ook een prachtige Empire State Building waar ik zelf al twee keer naartoe heb mogen gaan. Want ik ben ook al twee keer in New York geweest. En iedereen die daar nog niet is geweest raad ik ook zeker aan om daar naartoe te gaan. Maar deze personen, en dat zijn dan vrouwelijke strijders, die spelen ook nog een grote rol in het verhaal. Want die leven dus in het museum en zijn eigenlijk weeskinderen die zijn achtergelaten nadat Kong gewonnen heeft, heeft de hele stad zich moeten evacueren. En sindsdien komt eigenlijk niemand de stad meer in en hebben ze de stad hermetisch afgesloten. En het leger die surveilleerde zo nu en dan. En nu dus ook om mensen terug te halen. Want deze piloot die dus eigenlijk op weg was om ook te kijken waar ze waren. Die crashte zelf. En sindsdien wordt hij dus weer gevangen genomen door deze groep. En zodoende bleven ze dus behoorlijk mooie avonturen. Die in deel 1 dus wordt afgesloten met een cliffhanger.
En het mooie aan deze uitgave is dus ook, ja, hier zie je nog een prachtige pose van Kong op het Empire State Building, die dus ook vliegtuigen vernietigt. Ja, wat je mooi hebt aan deze uitgave zijn dit soort pagina's, want achterin zitten allerlei schetsen. Er zit wat dossierwerk in, hier zien we bijvoorbeeld de tekenaar zelf ook, vervent vliegtuigfan. En nou ja, goed, daar heeft hij dus ook zijn documentatie uitgehaald, want hij tekent ook prachtig die vliegtuigen. Heeft zich duidelijk goed ingelezen in hoe deze vliegtuigen eruit moeten komen te zien, uit de tijdgeest ook. En ja, achterin krijg je dus een ja, prachtig overzicht van platen met dus die dino's en King Kong. En ja, ik denk, ik laat dit boek ook even aan jullie zien, want vaak zijn die luxes dan ook wat minder makkelijk te verkrijgen. Is het dan leuk om juist even het binnenwerk hiervan te zien. Ja, je ziet hier ook een aapstrijder. Nou, die zitten dus ook weer bij die dames. Met daar ook een prachtige tijger. Ja, en dit is dus echt een geweldige reeks. Er zijn dus op dit moment twee delen van verschenen van deze reeks. En ik wil jullie ook nog even het tweede boek laten zien. En hopelijk raken jullie dan geïnteresseerd in dit verhaal en dit boek. Want ja, ik zelf ben er erg over te spreken. Dit is dus het tweede deel. Hudson Megalodon. Ja, dat zegt al een beetje wat. Ook hier zie je weer dat ze op weg zijn om ja, King Kong toch echt uit te schakelen. Met even een terugblik in de tijd. En hier zie je dus ook die prachtige pterodactyls die vliegtuigen aanvallen. En hierbij kon hij zijn maatje achterin nog redden door hem ja, een parachute te geven. Hier zie je dat ook. En hij zegt, nou, gooi hem open. Ja, gelukkig veilig. Nou, dus niet. Want hier komt dus uit de Manhattan River komt zo'n megalodon die hem dus opvreet. En ja, dat is dus een terugblik die ze dan later weer hier gebruiken. Dat het een nachtmerrie nog geeft over 10 jaar terug. Want we leven dus hier in 1947. En ja, het is gewoon echt een ontzettend fijn verhaal. Mooie scènes, mooie tekeningen. Ik hou wel van dit soort boeken. En ja, als het een beetje fantasy is, dan heb je mij ook al wel vaak... Hij heeft volgens mij ook Erik Herengel een aantal verhalen van Troy, van Land Feust getekend. Kan ik me herinneren, maar als ik het fout heb, geef dat even weer in de comments. En hier zie je dus die vrouwelijke strijders die ja, die piloot hebben opgenomen. En gelukkig is die wel weer herenigd met zijn tackle. Spit. En... ja, je ziet het. Het is dit ook. Dus zo'n plaatje zo in dat museum. Ja, dat ziet er toch prachtig uit. Dus ik heb heel erg genoten van dit boek. Ik dacht, ik maak nog even een paar van deze bladzijden uit deel 2. En ik wil eigenlijk hiermee afsluiten. Hij is ingevecht eigenlijk hier met zo'n mega serpent. En dan ja, trekt hij hier even zijn kop eraf. En de mensen hier beneden om even een... sfeertje neer te zetten. Ja, prachtig. Ik ben heel erg te spreken hierover. Ik zou zeker zeggen van nou, koop hem. Hij is echt nog te krijgen. De uitgever is Dark Dragon Books. Doen ze toch altijd heel erg goed. En er wordt op de achterkant wordt er al even gesuggereerd naar een snel deel 3. Dus het is een compleet verhaal in 3 delen. Dus ik zou zeggen, koop de eerste 2 delen en kijk uit naar het derde deel. Dit was even een vlog over The Kong Crew van Erik Herengel. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wens iedereen weer een mooie dag toe. Op naar een volgende vlog maar weer.